Ja, daar staat hij, Olaf, met zijn stoomtractor. Die ligt helemaal uit elkaar. Je bent hem aan het restaureren, hè, Olaf? Ja, Wiebe, je hebt helemaal gelijk. Maar er lag nog meer uit elkaar. We zijn al begonnen met opbouwen. De ketel is goedgekeurd. Nou, om een lang verhaal kort te maken. De keurmeester die blonk uit in onkunde. En uiteindelijk viel het ontzettend mee. Maar we hebben hem uiteindelijk terug. En we zijn bij die keurmeester weggegaan. We zijn naar Lloyd's gegaan. En waar de een 8 maanden over deed, deed de ander 4 dagen over. De ketel is onlangs teruggekomen uit Engeland. We zijn begonnen met opbouwen. We zijn nog met de tender bezig. Maar dat gaat ook voorspoedig. En het belangrijkste is eigenlijk als doelstelling dat we van de zomer kunnen rijden. En hoe leuk zou het nou niet zijn, Wiebe, als wij met vlaggetjesdag in de haven kunnen staan. En dat die dan werkend is. Ja, gaat dat lukken? Want ja, hij ligt behoorlijk uit elkaar, hè? Wat moet er nog aan gebeuren deze aanstaande maanden? Nou ja, op de eerste plaats wachten we nu op de tender. Als die tender er is, dan kunnen we hem eigenlijk helemaal afbouwen. Dat is de bottleneck nu. En ja, het ziet er naar uit dat hij in april komt. En dan willen we hem zo snel mogelijk in elkaar zetten. Ja, het heeft heel veel geld gekost en dat kost het nog steeds. Dat op die vlaggetjesdag ga je eigenlijk wil jij natuurlijk donaties binnenkrijgen, zoveel mogelijk. Wat Ja, kijk. is je plan? Wij willen met de tractor in de haven gaan staan, met aanhanger, met muziek. En het mooiste zou zijn, Wiebe, als jij met je goulaskanon, met je Duitse veldkeuken, Ja. daarachter ook in de haven kan komen te staan. Een hoop mensen in Scheveningen die kennen mij en die zijn begaan met de tractor. Ze hebben jou gemist hier, hè, in Scheveningen. Nou ja, ik hoor van verschillende kanten dat ik wel word gemist, ja. En we willen in de haven gewoon iets informatiefs doen, wat er allemaal gebeurd is. Maar als mensen een donatie willen doen, ja, dat kan altijd via onze website www.stoomkracht.nl. Hè. Maar als jij erbij bent en mensen doen een donatie, dan zou het toch wel leuk zijn als wij ze een broodje worst met zuurkool kunnen serveren. Dat is mijn ding, hè, want ik heb een goulaskanon. Leg jij zo, hier pak ik een microfoon even en leg jij eens uit wat een goulaskanon is. Nou, een goulaskanon, dat is een veldkeuken van het Duitse leger. Ja, daar maakten ze vroeger goulash in, vandaar de naam. Het is een houtgestookte keuken met verschillende kookplaatsen waar Wiebe ja, zijn broodjes worst bereidt met zuurkool. Nou, hoe leuk is dat? Hè? En als je een donatie doet, dan krijg je een broodje worst van Ja, ons. dat is wat anders dan alleen maar vis eten hier, hè? Want waar ze hier onbekend staan. De geweldige broodjesworst uit het Goulaskanon, de veldkeuken. En heb je nog meer stoomtractoren op die dag bij je? Andere collega's die er ook zijn? Nou, ik wil niet te ver vooruit lopen, ik wil ook niet alles verklappen, maar we zijn ermee bezig. Wie weet. Wat moet er nog gebeuren hieraan? Nou ja, we wachten, zoals gezegd, we wachten op de tender. Als die tender er is, dan kunnen de rest van de beplating erop, de achterwielen en de krukken als het drijfwerk. Alles kan dan gemonteerd worden. Dan moet afgesteld worden. Alle pakkingen moeten gemaakt worden dan. En dan proefstoken en gaan met die banaan. Over banaan gesproken. Wat is de. Dit is hierachter is de wagen, hè? Vervoer je daar mensen mee? Of. Ja, dat kan, dat kan. Dat kan. Wat is het verdien? Het is een oude boerenwagen waar we 2 langsbanken in hebben gezet en een dakje in de stijl van het dak wat op de tractor zat. Ja. Wat ook heel belangrijk is, jij rijdt zomaar wel eens met je tractor door de stad, hè? Zomaar. Of in je eentje heb je ook gedaan. Of met een paar tractoren. Dat is ook wat een dolle pret hier in Den Haag, hè? Ja, Wiebe, je bent er een keer bij geweest in de laatste keer in september 2021. Toen gingen we met 5 machines door de stad. En nou ja, we hadden ons eigen eten bij ons, hè, zo gezegd. Ja, worst met zuurkool.
En ja, dat is gewoon ontzettend leuk. En ja, zo snel rijden we niet. Je krijgt de kans om te zien hoe leuk de stad eruit, hoe mooi de stad is. En het is gewoon hilarisch wat we doen. En ja, er zijn veel mensen die daarop afkomen, die het willen zien. En ja, wij proberen eerst Vlaggetjesdag te doen. En als dat een succes is, dan gaan we verder weer. Eind augustus, begin september, willen we weer met een aantal machines door de stad gaan rijden. Okay. Olaf, zet als de sodemieter dat ding in elkaar, want op Vlaggetjesdag gaan we knallen. Vlaggetjesdag is op welke datum? 17 juni. Tot 17 juni!